zo ging dat op zonde en zo de school in. Ja, interessant is het ook. En daar is een lamp van Frank, die moest hem extra laten maken voor zijn studie. Ja. Dat kunnen we nou niet aan doen. Dat is niet aan te doen, maar ik denk dat dit is gedaan. Deze is een deze is zo. Kijk zo, hè. Ja. Kijk. Dat is mogelijk, hè. Kijk zo. Dan zijn er nog knapper, hè. Ik geloof dat je steeds liefder wordt op een vrouw, is ja, niet? Ja, kom ook met een rommeltje vandaag. Oh, ja, 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 dat kan ik ook wel. Ja, dan heb je best nog niet genoeg gedaan. Dat schijnt. Niet 10 jaar 7 zonen, nee. Tot zo. Treed binnen in de vreugde des heren, jongens. Hier komt een kleinkind van mij dan. Die schijnt op paardrijden met een mooi ponnetje. Hoe heet dat ponnetje nog alweer? Tosca. En hoe heet jij? Jessica. Ja, kijk eens aan. Ze zei als ze in het circus ging rijden, zei ze. Dat is leuk, ik moet het zeggen. Dat komt een film komen. Ben je al lid van Prins van Vernier? Nee. Oh, dan moet je dat toch wel worden, dat kan het concours zijn. Neem het als kei. En dan weet ik zeker dat je altijd de derde prijs had, want er zijn misschien toch nog wel wat betere. Draai nou maar mooi op en bedankt. Zachtjes al, eens kijken. Ja. Daar gaat je ze niet poepen. Dan poept je nog binnen, kijk. Mag ik een glaasje wijn opdrinken? Ja. Nee, dan gaat het kapot. Pak een glaasje wijn erin. Geslipt, jongen. Hier komen Jut en Jula. Jut en Jul. Voorzichtig dan. Ja. Nou, hier kun je wel blijven slapen, zie je wel. Hè? Nee, nee. Ja, wie is het? Moet er dan niet aan doen, hè? Nou, prima. Dat is een week. Heb jij zelf kunnen? Ja, en dan nog een kindersje geleden. Ja. Ja, en dan heb ik een tweeling uitgeleend. En toen was die... mooi met Brabants bond met blauwe wit, maar ja, toen kwam die nagel terug. Nee, ja, en zo gaat dat niet. Je hebt daar moeten wachten, hè? Ja, een beetje op moeten wachten, ik heb weer terug gehad, maar ja. Ik heb hem nou in ieder geval terug. Dus heb ik hem nou wat poppen in gezet voor de show. Nee? Dus dat is ook wel leuk, hè? Zo een beetje over de... En dan is daar een boek daar zo van. Ik heb een illustratie van vroeger. Ja, dat staat nog maar. Kijk. Mooi, ja, die is hartstikke mooi van 1913. Ja, auto is naar voren. 1913. Staat hier op. En even eens kijken, lieve mensen. Alsjeblieft, hier even kijken. Hier zo. Oktober, nee, wacht eens, 1918. 1918. De katholieke illustratie. Dat is een oorlog klaar. Wie zijn daar? Ja. Prins Hendrik en koningin Wilhelmina. Ja, eigenlijk ja. Ja. Mooi, hè? Maar dan gezien dat ik er zo 6 gehad heb. En ik heb ze allemaal weggegeven verder. En dan dacht ik, ja, die ene joker moet er dan toch eens even houden, hè? Kijk.
Hartstikke mooi. Ik ben er heel blij mee. Kijk, dat is grandioos. Kijk, en die deden ze vroeger in binnen, hè? Maar ik kijk er nou, ja, hier nog steeds, denk ik, ja. Ja, denk het er van hier een jaar is, hoor. Denk ik even kijken. Ja. Nou, het is hartstikke leuk, hè? Ja, zo. Kun je hem nog maar terugkomen. Nee. Dat is nog een standaardje van de harmonie. Er zijn nog spellenkussentjes. Ja. Leuk. Ja, ja. Ja, van het. Van Carmen Val met dan. Ja, ja. Oeh, ja, ja. Ja, ze de kunst mogen zingen dan. Hè? Nou, en hier hebben al mijn kinderen geslapen, hier zo. Ja, dat is hartstikke mooi. En dat is nog een oude wc. Doe dat eens even afgommen, daar zo. Een oude wc met een pot en met een emmer eronder. Aan de andere kant. En kijk, daar zit er. Ja. Daar ligt er nog in. Ja. Ja, dan wat dat is vroeger zo, hè? Dat is een gemakstoel. Ja. Ja. Dat is een hele nauwe, hoor. Dat is er hier van mijn auto om, denk ik, of zo. Ja. Ja. Dan moesten de oude meisjes nou wat uitblijven. Want er was niks om naartoe te brengen, hè? En dat is nog een oude streekplank met zo'n mouwe, met zo'n mouwplangerske daar, zo. En dat is ook heel iets ouds daar, dat is van dat had dan vroeger in de zomer de kachels weggingen, de pattenbuiskachels, en er was zo'n diep gat daar in de schouw, zetten ze dat dan een hele zomer in die schouw, en dan ging de kachel weg vroeger. En dan was dat ook wel leuk. Ja, dan heb ik het allemaal een beetje voor de pronk weggezet, kapotkappen is ook allemaal zonde natuurlijk. En dan die schilderijen. Die hebben, schilderijen hebben gestaan bij Marijntje Geijzen. De film. Van de film. Wat is hem? Dat is de kruik. Nee, ja, dat is de kruik, maar die twee schilderijen daar. Ja, die hebben dat gisteren al. En kleren ook. Ja, en kleren toen ook. En dat is onze pastoors De Smet, Hongeré De Smet. En die is, toen wij pas getrouwd zijn. En toen is hij overleden toen. Gestorven. Nee. Hongeré De Smet. Je hebt mij nog kerkmeester gewoond. Ja. Ja. Ik heb 27 jaar van het kerkbestuur geweest. Ja. En er was vroeger kerkbestuur, was ook het schoolbestuur. Hm. Ja. En die hebben ze nou teruggebracht van, dan heb ik gezegd, ja, die is maar naar Leerne. Maar ik moest wel terugbrengen die in Maria en Jezus moeten we terugbrengen. Maar de oude kleren hebben ze allemaal mogen hebben. Oude zou ik maar zeggen, nee. Voor andere doeleinden misschien of zo straks nog eens. En nou, verder hebben ze, mijn kinderen allemaal, een prachtige jeugd hebben ze gehad, dat zeggen ze nou nog steeds. Dit zijn allemaal de bedden van de kinderen, vind ik? Ja, ja. Allemaal de bedden van de kinderen. Ja. Maar ja, en moet gewoon allemaal graag op pad slapen. En er zijn ook allemaal foto's hier, dat ze getrouwd zijn en de kleinkinderen zien ook en zo allemaal. En dit is nog een foto van een majoret van mij en die is met de 16 jaar verongelukt. Zonde, hè. Gewoon van de kladden vandaan. Ja. Nee, kijk, ze zijn allemaal mijn kleinkinders en dat vind ik ook. En bij een ander doen ze ze in de doos, maar ja, Joke zet ze op tafel. Dat zijn wij nog, voordat hij trouwde. Ja, Edward, ja. Edward. Dat is Leon. Ja. Dan moet van Peter hier blijven hangen, Peter sliep altijd daar toe. En had een 4.000 slaap hij daar ook altijd nog. En toen is nog een ding, mijn vrouw nu zijn eerste reis gehad. Ja, met die poes, ja. Met de carnaval, ja. Geloof toch? De kat in de boom. Ja, de kat in de boom. Ja. De kat in de boom was dat. Ja, was hartstikke leuk. En toen had ik 500 en eerste prijs en toen zei ik geen veel café maar een rondje. Toen ik wegging uit dat café moest ik 158 gulden betalen. Dus en deze poes kreeg voor de eerste prijs 500. Maar ja, het was bij de bejaarden. Dus maar dat is voor een aardigheidje, nee. Dat is allemaal... Zo gaan we. Dat is allemaal leuk, zo. Iets, hè. Het ligt overal vol spellenkussentjes, als je er wat. Ja. Maar dat is ook nog een pispotje. Kijk, daar kan we ook op, maar... Oh, daar zit daar nog in. Kijk eens aan. Hier zit een hap in te plassen. Dat zit een hap op, nog.
Dat is een hondje. Oh, een hondje. Ik zelf gemaakt van een bondmantel van mijn moeder vroeger. Mijn moeder, dat was Wieberet. Dat was de bond van Roep. Ik had er al van. Ja, het van wat. Ja, dus in de café zitten, komt de kast leeg om een rondje te geven, ja. Als ze kloppen. Zeg maar, kijk, dat is van mijn moeders mondmantel. En ik heb er zo twee, ik pak die dame nog, dat is een tweeling. Oh ja. Toch, maar als je nou s'nachts niks te doen hebt, kijk, vooruit maar. Ja, daar gaat hij dan. Goed, ik verleer het nooit van mijn leven. Ik verleer het nooit. Maar, zo, daar staat mijn lamp erop. Ja. Zo. Ja, daar is nog wat, ja. Dat kan, hè. Nou, dat is degelijk zo maar. Nou ja, dat is. Oh, dit is mijn kamer vol zoet. Oh ja. Wat dacht je wat, hè? Zorg er maar op. Ja, dat is lekker bezig, Gommert. Misschien past u mij ook nog. Nou, geeft er daar ook weer heen, hè? Dat weet ik niet. Ja, de deze hier. Ja, natuurlijk niet, jongen. Ja, maar dat krijg ik nog. Nee, jongen. Deze gaat dan hier ook zoiets. Wat eens keten maken. Ja, dat is ook goed. Ja. Twee kamer zotten. Zotten weg, hè?1937. Kijk. En allemaal kwijt door van beneden. Dat beneden te vol staat, dan gaan we allemaal naar boven. Dan wil ik hem toch nog eens opzetten. Waarom? Ja. Maar dat gaan we doen. Wat? Moet hij zo staan? Of wordt hij niet? Nee, nee, maar dat is een schreeuwtje. Oh, ja. Gaat goed? Ja. Zo schijn ja. Staat hij later in de avond gewoon. Ja, zo is het. Ik weet dat niet meer. Ja. Daar ben ik. Eens kijken. Daar is onze Nari en daar is onze Lindert. En daar was mijn... Tante To. Tante To. Die is vorig jaar gestorven, hè? Ja, dat is een moeder van Kees Maas, hè? Ja. En wie zijn daar, Jonke? Dat is Lisbethje Simons. Ja. Oh ja, dat was niet daar gereden op is. Ja. Lisbeth. Ja, Lisbethje. Ja. Ja. Nou, die was ook een vriend en een vriendin van... van ons. Marijn Bouvet. Ja, Marijn Bouvet en Christina. Ja. Nou, dat is de oud-tante van mij. Oh, jij kent mijn familie helemaal nog niet zo goed, geloof ik. Dat is van mij ook niet, hè? Ik hoor van haar. Oh, ja. Dat is de droogkap, maar die gebruikt ze niet meer. Ja, waarom niet? Ze graven het lang droog, want ze had zonder. Ja, dan in de keuken waren geen ruimte meer, joh. En dat is de gipsbeer van Peter. Daar bovenaan, Gommert. Oh ja. Peter is toen 44 dagen bij de kennis geweest, toen hij 8 jaar was, had hij de mazelen. En toen was hij bij kennis en toen was hij niet een beetje langer aan staan. Ja, en dan is, een beetje omhoog, hè. Ja. En dat is nog, heb ik daar zomaar weggezet. Nou, eens kijken, maar verder is de, nou, dat is Frankhof, die stond een berg voor een ding. Ja, ja, de bergen met dingen, ja, maar laat het te staan. Van de tram, die ga je toen zien staan in Boekenaboomers. Ja, kom maar niet zo. En dan ga je hem niet besteld. Kom eens hier, want dat zit niet goed als ik kom zien. Nee, nee, ja, ja, kom eens hier. Ja, goed zo. Goed zo. Keurig gesteld. Bedankt, hoor. Wie is dat? Oh. Want dat ben ik zelf, wat dacht je? En van de kanonen zijn dan. Dit is de geschiedenis van de paus. Oh, dat is een heel prachtig boek. Een heel prachtig boek. Dat is een heel prachtig boek van de paus. Dat is de eerste paus was in het jaar 200. De eerste paus. Ja, ja daar staat hier allemaal in. Het boek is van 1950. En kijk, het zijn allemaal prachtige dingen allemaal. Kijk, van de Leo de eerste. Kijk, 440. Ja. Dat is een eeuw. Maar ik heb dit aan Peter gegeven. Ik stond toen net op nog iets moois en kijk.
van de grafmonument, ja, van paus Benedictus, 1740, 1758. En ze hadden geen maar doorheen, ja. Maar ja, we zouden het allemaal los. Kijk, dat is... Kijk, ja, 1303. Kijk. Ja, en kijk, want hoe weet ik dan van het jaar 200? Dat dat iets toch wat staan in het mijn. Kijk, de eerste. Daar staat hier toch ergens in. De eerste paus. Ja. Die wacht eens even, het is hier. Ja, Peters. Peters, ja. Peters was de eerste paus. Ja, dat was de eerste paus, ja. Kijk nou. Dat was wel zoet. Dat was hem dan niet gezet, hè? Ja. Tweede. Nou, kijk eens hier. 847, 855, kijk daar zoet. Paus Leo. Ja, dat is een heel mooie... Staat er bij de 13 over, staat er niks bij. De Romeinse cijfers zijn er allemaal. Moet je eens kijken nou, hoor. Ik ben naar Paus Stellers even. Om maar die kunnen kijken. Maar dan moet ik eigenlijk op een kijken. Dit is nou... Paus Pius, kijk, 1939. Ik weet niet tot de weet het gaat, hoor. Ik zou het niet kunnen zeggen. Paus Pius de 12. Ja. Paus Pius de 12, hè. Die hebben wij ook nog gekend, hè? Ja. Maar ik weet niet tot dat... Hoe ver het nou haalt, eigenlijk. Even kijken. Nee, tot ja. Zover, denk ik. Even kijken. Wat ik kan staan. Ja, maar waar staan nou hier zo? Nou. En dan al de pauze. Begin het allemaal. Ja. Oh ja, wacht even. Dat kan ik even zien, hè. Dan kan ik eens even kijken hier. Zo'n lijst van de pauze. Ja, zuste, wacht even. Zo'n lijst van de pauze. Ja, eens kijken, hoor. Niet die nou eigenlijk allemaal. Daar zit het alles. Van jaar 200. Je ziet wel al die pauzen hier. Is dat jaar 200? Ja. Kijk, kijk eens hier wat we hebben. Nee, ja. Nou, er zijn nogal wat pauzen geweest, zeg. Kijk nou, het alles aan. Ik zeg het maar, Jokke. Toen we getrouwd zijn. 1943. 2 februari. Nou, moet ik even toch maken. Moet ze lachen, man. Toen moest ze bij mijn oom blijven slapen, we woonden recht tegenover. Toen vond ik s'morgens aan ze om ze te gaan halen, waar ze nog niet wakker, waar ze nog in bed, echt nog in bed mogen halen. Och, dat zeggen ze allemaal. Zullen we zien? Verzin ze allemaal wat. Nee, geen verzin niks. Nou, ga ik maar eens even bij die foto staan, kijk, ik hoor mis niet in de zaander. Dan vertel je het nou maar zo. Ja, vertel het. Nee. Ze heeft dat verteld, dat is een zus, dat is een zus, dat is een zus. Die meegetrouwd, niet meegetrouwd, wel meegetrouwd. Ga vroeger verder. En toen in de kerk wist ze niet goed. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat kwam te vroeg, hè? Nou, waar kwam er te vroeg? Dat weet ik niet. Ja, waar kwam er weer te vroeg? Dat weet ik niet. Ja, maar moet er niet over beginnen, niet? De informatie. Ah, goed zo. De schip hoeft er niet, die huwelijks nacht. Al was het wel in de bedstee. Want zij moest precies dan trouwen, want dan had ze het nog niet, hè? Maar gekregen toch, van de zenuwen. En zo is het gegaan. Ja. En mijn moeder die wou hebben dat wij in mei trouwden, omdat ik dan in 12 april... 21 jaar weer. 21 jaar weer. Toen zei meneer Bogels hier zo, nee, daar heb ik geen tijd, want moet ik de Noordzitzaal toen in mei. Maar ik moest bij jou de Noordzitzaal doen. En dan is 2 februari toch geworden. Ja. En waarom ga je niet weglopen? Nou, misschien kom ik hem eens hier zo, vind je? Zo, kijk. Oh ja, net er ook nog eventjes, kijk jouw vader. Oh ja, dat is zo. Die, was te, die is 33 jaar wethouder geweest, dat mag ook wel eens even gezegd worden. Ja. 40 jaar oud, ik ben 33 jaar oud. Ja, ja. Hier staat hierbij, hier staat de vader. Hier zo. Kijk, burgemeester Mervon, Frans Jonkers, nou. Prachtige foto is dat trouwens. Maar ja, ik zou hem toch eens mee naar beneden nemen. Op staande voet. En dan zal ik toch nog een plaatsje ervoor eens proberen te vinden. Want eigenlijk is het zonde. Want ik vind toch wel dat je gezien mag worden. Hij moet in de slaapkamer staan. Ja, ik zal het eens doen nog om. Dit is weer een ander plaatsje. Kijk, daar zo wat toch weer heen. En mijn boemelke gaat hier weer op. Kijk. En dacht, oh, daar zal het heen. Jokken. Ja, het staat, ja. Ja, het gaat allemaal net er niet. Dan heb ik in, 20 jaar geleden heb ik hier de kamers op laten zetten. Voor de kinderen.
Iemand anders moest dus op de grote zolder slapen. En dat was te koud, kijk, met dat riet allemaal, onderlaten. En dat was ook niet zo prettig voor de kinderen. En zodoende heb ik daar die kamers laten. Ja, want ik kwam toen ik binnenkwam, de dorstmachines, de kabijns kwamen in ramen op zolder. Dus, maar dit is wel, denk ik, de spinnenkoppen hangen er aan als vet. Ja, die moet nog geveegd worden. En dat doen we nog wel eens als dat het aan Joko dat weer beter is. Dan gaat er Joko weer eens op los. En daar staan nog een komen op gaan zitten. En Joko, en die wil nog eens naar beneden halen. Dat er een ding om op te zitten voor zo'n bank. Oh, daar is een divan. Ja, de divan. Ja? Nou, die kan toch niet meer weg? Ik kan er niet meer aan. Dat is een divan. Ik kom er niet meer door. Ah, gaat er. Ja, dat is een divan, dat gaat niet denken, kind. Dat is de divan, ja. Maar die kan hier nooit meer af. Ja. Want toen hebben ze daar die durkens in gemaakt. En die durkens zijn te klein voor die divan. Dus je zat er altijd op kies naar de VS, nog zo schommert. Dan moet je naar morgen naar meneer en mevrouw van Poel brengen. Want dat zijn niet aardige mensen. En nee, die zijn er ook natuurlijk nou niet. Oh, dag schatje. Dus jij brengt dan morgen aan meneer en mevrouw van Poel. Helemaal dat ze de naam een keer was ze boven met Rudy Wonswijk. En toen zag ze de mandje staan. En toen zegt ze, oh, tante Jo, zegt ze, als je wel Wonswijk doet, of verkocht. Nou, hier wordt ik verkocht. Hier wordt verkocht, maar niet voor cadeau gegeven. Alsjeblieft, we kunnen geen... Dus zijn nog schoenen van vroeger. Nee. Die de dames droegen. Hartstikke bedankt. Kijk eens, wat de schoentjes. Ja, die heb ik nog een potje. Ja. Oh, die daar. Die is ook nog. Wit van het zondag. Hoe kun je dat op? Dat is een carnaval houden. Nee, dat is allemaal met zo'n schoentjes. Ik ken het ook zo niet, dat schatje zien. Maar dat was er dan vroeger moeten, nee. Ja, dat was moeten, ja. Oh, maar dan zou ik er niet meer op kunnen lopen. We proberen nog eens. Ja, 900. Nee, dat doe ik niet. Waar ik kan nog eens proberen. Dus kom maar schijt, dan maand je morgen aan meneer en mevrouw de toe brengen, nee? Ik moet heel voorzichtig naar beneden gaan. Nee, ik moet daar niet eens een dingetje hierover zetten. Nee, dat moet ik er maar even op liggen. Ik zal dit nou even laten staan. Dat doe ik dan morgen wel. Dan ga ik eens even kijken. Ik ga mijn hoeken. Ik ben neer. Kun je mij opvangen dat ik soms val, hoor? Kun je mij opvangen? Ja, dan vallen we af. Ach, toch niet waar? Ja. Zijn ik zo zwaar? Zo zwaar, ja. Ach. Ja, dank u wel. Ja, de laatste trap, daar kan nog toch vervolgen. Ja, zeker. Koud, dus hier bovenaan. Ja, nee. Heb ik ook nog geslapen. Er waren hier 9 bedsteden en er was in het begin een rommelkast van vrouw Bogers. Want de kinderen slagen alle spullen in en daar is ze dicht van gemaakt. Klom het. Dat kan je nog praten. Dat komt er ook al op. Dan kan ze niet meer praten. Dan kan ze niks, maar als ze lachen. Dat is leuk. Nou, kom maar, nou verder. En dit was de bakoven. Ja. Hier zo. Zo. Ja. En daar hebben we nou. Wat is dit nou, joh? Zo zie jij weer. Ik kan niks praten, ik kan allemaal niks zeggen. Dit is de bakoven. Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, dat is lekker. We hebben wel eens met z'n tweeën in de bak gezeten. Ja. Kom niet lang, want we daar samen gaan nog wat drinken. Ja, zeker. Dus. Maar ja, dat was vroeger toch, dit was een bedstee en dit was de bakoven. Ja. En dat hebben we zo in één gemaakt toen, dus, toen de water erin kwam. Dan hebben wij dat zo laten maken. En daar hebben we ontzettend wat veel plezier van natuurlijk. Kunnen we niet missen, hè? Kunnen we niet missen? Dus nog meer maar wat kastje. Ja, oh ja. Ja, dat is een heel oud kastje dat ik zelf opgeschilderd. Was vroeger maar zo groot. Was hier een opkamertje met twee bedsteden erop. En hier stond de pomp. Met twee van die dingen eraan om te pompen. Hier was grondwater, het andere was regenwater. Dat was hier zo. Dan moesten ze vroeger bij wassen, moesten ze bewaard worden. Ja. En zo was dat. En er is nog een klein stukje kelder overgebleven. En dat is dit. En die kast hier zo. Kijk.
En hier zit de trouw van het opkamertje nog in en trouw van de kelder natuurlijk. Ja. En dan zit de spin hier, zo zal ik maar zeggen, ja. Hoe zijn we dat? Goed gekeken, hoor. En dat is ook niet zeggen. Van vroeger. En hier zo, dit is mijn kast. We kunnen niet, en de spetje van mijn bovens. Ja. Enzovoorts, enzovoorts. Kijk, dan waren daar allemaal mooie spreuken. Het is beter rijk te leven. Te leven. Nee, wacht eens even. Het is beter rijk te leven dan rijk te sterven. Het zijn allemaal prachtige spreuken. Die heb ik van mijn zoon Frank gekregen. En die heb ik van Paul Tillo van de Knecht gekregen. Het mooiste van tuinieren is snapouwen. Kijk, die zit met een pilsje op de bank daar zo. En wat staat hier op jou? Oh, in de hemel is je bier. Daarom drinken wij het maar hier. En dat zijn allemaal leuke herinneringen. Hebben de mensen allemaal meegebracht dat ze ergens op reis gingen. En hebben ze mij nou een verschrikkelijk groot plezier mee gedaan. En dat, kijk, in de kelder. Kom maar, gaan we eens ietsjes in de kelder. Dus we zullen eens kijken wat er ook nog maar te schaffelen is. De kelder is te schaffelen. Is er de kelder te schaffelen? Ach, de kleine te schaffelen. Is dat de kleine te schaffelen? Ja. Ach, goed. Ik heb nog een grote kast ingezet. Ja, ja. Nee. Er zit ook niks in. Nee, nee, bij Jokke Bogus is er nog niks. Niks te vinden. De koffie staat klaar. Voor de mensen die op visite komen. Dus dan moet ik altijd graag een kopje koffie geven en dan aan een borreltje dat kan. Je moet maar alles klaarmaken, hè? Ja, ja, nog niet verdienen. Heb je nog wel uit kunnen snuffelen? Ik sta nu wij, denk ik. Ja, hier toch. Kijk, die zijn pas ingemaakt, dat zijn zilveren eindjes. Nee, Mark is, dat is mijn favoriete werk. En dan kan ik er weer lekker slaatjes mee maken, als er mensen komen en zo. En augurkjes, alsjeblieft voor me, kijk eens dus even zo. Dank u wel, ja. En dan schreef ik ons al die augurkjes, is het ook een roeren. Die heb ik ook zelf ingemaakt, van de tuin van onszelf. Dit dus, zijn ook wat augurkjes, ja. Maar die zijn wat groter geworden. Ja, die zijn wat groter. Ja, langer gestaan. En toch zijn ze nog lekker. Ja. En hier eten wij altijd. En dat kook ik om een zien. En hier wassen en dat afwassen we zien. Dus het is een zalige keuken. Vooral als je bezoek hebt, hè. Ja. Zo. Gommert, die gaat er nog van door. Hey, vrouw Boemers, toch. Ja. Mensen hebben voorraadbussen daar zo bovenop de kast daar zo. Vroeger de koeistal. En daar was, hadden we alle wc moesten. Ja, zo boven. Daar stond de poepdoos. En daar was nooit niks om op plaster om wat af te wegen. Maar daar stond wel nog een krant opgelegd en daar was het, ja, noem maar op. En hier stonden de koeien aan. En dit was in de zolder. Daar kwam altijd het rooi en het strooien van de koeien die hier stonden. Dat was makkelijk. Daar was een door in om het op te doen. En daar was de trap. En dan ging het lijst naar beneden. En hier is het zwaluwennest. En dan is hier iets te zien. Kijk. Een keer. Oh, hier zo, ja. Er komt nog geen zwaaltje s'nachts in slapen, want de zwaaltjes zijn dan weg. En die zijn twee keer uitgevlogen, ene keer daar en ene keer in dat nest, ja. Op de nest. En nu is de garage geworden voor de volkswagen. Die staan al hoog op. Ja. Hier was vroeger een ronde, dat was om te kernen. En die, stond, die kern stond daar en die liep dan daar, zo daar door. Dat gat kun je nog zien. En hier zei mijn vader wel eens vroeger, liep daar een hond in. Om dat te doen. Dat weet ik niet meer, ja. En die stond dan daar in de bijkeuken. En dat was van de melk en dan moest er over gemaakt worden. En van de room, die had de boter gemaakt. En zo was dat vroeger. Daar heb ik niet meer meegemaakt, hè? En daar is ook nog een zwaluwennest. Ja, die zijn uitgevlogen. En toen zijn ze daar weer gaan
En daar gaan nesten, maar dat was een beetje te laat, want die zullen wel de oceaan de dingen niet meer overleefd hebben. En nou zitten ze allemaal tegen mijn kleinkinderen komen, ik heb er 7. En die spelen dan hier allemaal, ik zou zeggen, moedertje en vadertje en noem maar op. En dan hebben ze de grootste lucht natuurlijk. Hè. En vooral als het regent, dan is het geweer als ze naar buiten spelen. En dan maar zie je bij mij allemaal ravotten, zoveel als ze willen. En toen ze